Ik wil graag wat vertellen over het innovatieprogramma microverontreiniging en afvalwater. Ik heb het gevoel dat we aan de vooravond staan van een geheel nieuwe ontwikkeling. En samen met het ministerie en de STOA en een heleboel mensen die hier in de zaal zitten, gaan we een stap maken naar de medicijnresten en de microverontreinigingen, verwijderingen. Een nieuwe stap, maar ondertussen gebeurt er ook al heel veel. Want het is niet dat we nu opeens gaan beginnen. Er kwamen net al een aantal onderzoeken voorbij. We hebben rondom het meten hebben een aantal trajecten ingezet. En ook rondom de emissies en de routes. Van waar komen de micro's vandaan? De riolering, hemelwater, overstorten, foutaansluitingen. De gewasbeschermingsmiddelen, de diergeneesmiddelen, de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen. Maar ook de nieuwe technieken die we gaan ontdekken met elkaar. Er werd hier net vanmorgen gevraagd van hoeveel technologische mensen met een technologische achtergrond zitten er in de zaal. 80%. Ik hoop dat ik jullie wat te bieden heb. Op deze lijst staan ook een aantal NWO-voorstellen. Wetenschappelijk onderzoek. We zijn al een tijdje bezig, alle 2 jaar, eigenlijk de onderzoeken zijn nu net van start gegaan, samen met KWR en Topsector Water en NWO, om een onderzoeksprogramma rondom de CECS, de Contaminants of Emerging Concern, hebben we opgestart. Daar lopen nu 5 onderzoeken. En daar zijn we een aantal jaren mee bezig. Er zijn 10 mensen mee betrokken bij de universiteiten om verdieping te geven aan een aantal onderwerpen. En we proberen daarmee grensverleggend onderzoek te bewerkstelligen. En er zitten onderzoeken bij die gericht zijn op de monitoring. Bas noemde er net al een paar. Het gaat over technieken, wat gebeurt er op zuiveringsinstallaties en welke nieuwe technieken hebben we, de toepassing ook van onder andere zeolieten. En het gaat over de emissies en hoe bepaalde routes zijn van micro's. In de workshops komen deze projecten, onderzoeken ook aan bod. Vorig jaar in het Meander ziekenhuis hebben we ook podium gegeven. Dit zijn onderzoeken die op de langere termijn hun meerwaarde moeten geven voor onze sector. Maar ik wou het hebben over het innovatieprogramma. Het innovatieprogramma wat we samen doen met INW. Het is al gezegd, de ketenaanpak is al een tijdje in ontwikkeling. En we hopen nu met het innovatieprogramma een aantal technologieën een stap verder te brengen die nu aanhikken tegen grootschalige toepassingen. We proberen naar de TRL 7 te komen, de Technology Readiness Level. Een mooie thermometer, begint met een idee en het eindigt bovenaan op de TRL 9 dat een concept full-scale toepasbaar is. Dat het commercieel toegepast kan worden en dat we weten wat we eraan hebben. Met dit programma wat we nu inzetten, proberen we ook een verbetering te geven ten opzichte van de technieken die we al redelijk kennen. We hebben de afgelopen jaren onderzoeken gedaan, pilots gedaan. PAKAS is net al voorbij gekomen, het poederactief kool doseren in actief slipsystemen. De ozontoepassing op grote lucht en andere en ook het granulair kool. Dus we kijken vooral naar systemen, technieken, ontwikkelingen die een verschil maken op gebied van effluentkwaliteit, dan wel energieverbruik, chemicalieverbruik, de duurzaamheidsaspecten, of last but not least, de kosten. Als het goedkoper zijn, zijn we natuurlijk ook altijd geïnteresseerd om te weten wat dat betekent. We hebben een soortement van default, we kijken naar de huidige technieken, we weten wat PAKAS om en nabij zou kunnen betekenen, ook qua kosten en qua energie en effluentkwaliteit. Dan komen toch getalletjes boven van 5 cent per kuub en een verwijderingsrendement van 70-75% van het lijstje van stoffen. En de wat duurdere technieken, de GAC en de ozon, al dan niet met nageschakeld filter, de kosten daarvan kunnen oplopen tot 26 cent per kuub. Hebben we ooit eens een keer berekend en dat is voor ons een richtwaarde. En dan met wel wat hogere verwijderingsrendementen. Dus dat is aan elkaar gekoppeld. Wat hebben we gedaan binnen het innovatiesprogramma? We hebben geïnventariseerd. We hebben ideeën opgehaald bij onze achterban. En vorig jaar zijn we al met elkaar in de slag gegaan. Er is geworkshopt. We hebben
geselecteerd. En we staan nu op het punt, of eigenlijk zijn we dat punt net begonnen. We zijn gestart met haalbaarheidsstudies. Omdat al die ideeën, die willen we wel op een gelijkwaardige, uniforme manier in kaart brengen en ook toetsen. We gaan kijken naar een standaard RWCT, 100.000 TA, huppakee. En we vooral kijken dan van wat zijn dan de kosten en de verwachte effecten. Dus de verwachte verwijderingsrendementen, maar ook een voorspelling te doen op basis van de ecotoxicologie. Hè, van wel, hoe scoort mogelijk een Simony-score. En ook om een inschatting te kunnen maken van hoe ver is de technologie? Hoe ver zijn we af van die praktijktoepassing? We hebben nu om en nabij 20 haalbaarheidsstudies in de startblokken staan. En daarmee proberen we nu een basis te leggen voor het hele innovatieprogramma. En dat gaat ook naar alle verwachting vastgelegd worden in een mooie overeenkomst, ook met INW en STOA, waarin we dit goed kunnen borgen. Het is al eerder gezegd, hè, lerend implementeren. En dat maakt ook al met zich mee dat er heel veel overlegd gaat worden. Er gaat heel veel gedeeld worden. We hebben al die onderzoeken, al die onderzoeksideeën, die hebben we geclusterd. En we hebben een aantal clusters van projecten samengevoegd. Rondom oxidatie, rondom de poederkooldoseringen, granulair kool, overige adsorptiemiddelen. Want naast kool bestaat er nog meer. Filtratieconcepten en een BC overig. Nog nader in te vullen. Wat we gaan doen is ook de afstemming met het buitenland. We kunnen leren vanuit Duitsland, Zwitserland, maar ook internationaal zijn er mogelijkheden om goed af te stemmen van datgene waar we nu voor aan de lat staan. Is het al gedaan? Kunnen we dat slimmer doen? En de twee begeleidingscommissies, Community of Practices, rondom de biologische effectmonitoring en de chemische analyses. En dat alles, al die mensen en al die projecten en ontwikkelingen, tezamen ook met de bijdrageregeling. Hè. Gerrit die zei ook van jaarlijks moet je rapporteren over je voortgang. Ook die resultaten willen we graag onderling goed kunnen delen. En zitten we in het gebruikersnetwerk. En vandaag is de ultieme vorm van het gebruikersnetwerk. De dag dat je een paar keer per jaar... dat we de deuren openzetten en elkaar proberen te informeren over de stand van zaken, de voortgang. In de begeleidingscommissies, in de projectoverleggen wordt veel informatie gedeeld, maar vaak met een hele beperkte groep. Daar waar mogelijk is, proberen we regelmatig iedereen bij te praten om juist ook aan te haken, om mee te denken en ook te weten wat er in andere projecten plaatsvindt en ook van elkaar te leren. En waar gaat het dan over? Nou, de oxidatieve technieken. We hebben verschillende technieken die we de komende tijd onder de loep gaan nemen. Oké, hij doet het. Waarbij bijvoorbeeld een combinatie van technieken wordt gemaakt. Waarbij ozon en ultrasoon wordt gecombineerd. Waarbij gekeken wordt of dat je door bijvoorbeeld een lage dosering van poederactief kool in een actief slipsysteem de nabehandeling verder kan optimaliseren, ook doordat je organisch gebonden koolstof weet te vangen door die lage dosering van pak. Maar ook om te kijken, en dat is de vergelijking van de oxidatieve technieken, de ozondosering in vergelijking met UV en met waterstofperoxide. Het onderzoek wat bij AMA's plaatsvindt. Nou, dat is ook onderdeel van het hele innovatieprogramma. En Gerard die noemde het net ook al, in het buitenland is veel kennis te halen over de afbraakproducten. Hè. Ozon denken we meteen ook aan bromide en bromaat, dat mogelijk gevolgen heeft voor drinkwatervoorziening. Goed aandachtspunt, maar we moeten wel vooral weten wat dat in de Nederlandse situatie voor een gevolg heeft. En dan is het goed om in het buitenland informatie op te halen en te kijken wat dat voor Nederland biedt. En welke restricties daar mogelijk aan zitten. Dat was één cluster ozon. We hebben rondom poederkool hebben ook een aantal trajecten in de pijplijn. En dat gaat, ik heb er nog eentje. Ja, het gaat over de combinatie van bijvoorbeeld poederkool in combinatie met pakas, met Nereda. Dus aerob koolslip in combinatie met poederkool. Maar ook of dat ijzerdosering in combinatie met het poederkool doseren in actief slipsysteem een efficiëntie biedt.
Toepassing van doekenfilter voor de scheiding van poederactief kool en gezuiverd afvalwater. En het gaande weg ook tijdens de community of practice die afgelopen jaar gedraaid is rondom de implementatie van nageschakelde technieken of van medicijnrestenverwijdering. Daar ontstond het idee van als iedereen nu aan de poederactief kooldosering gaat of de PAKAS, wat betekent dat nu eigenlijk voor de hele slip-eindverwerking? En wat vinden daar de slipverbranders van en wat betekent dat nu? Nou, daar gaan we de komende tijd ook een verkenning naar doen van wat mogelijke invloed daarvan zou kunnen zijn. Granulair kool zijn er ook een aantal projecten die daaronder geclusterd zijn. Ook met het bedrijfsleven om te kijken of elektrochemische toepassing, adsorptie, of dat het een verbetering biedt. Maar ook kijken in de praktijk bij installaties die nu al langere tijd draaien. Het bak-F-principe, waarbij op de zuivering de puur waterfabriek in Emmen, daar staat een ultrafiltratie met een bak-F als een voorbehandeling. Die installatie die draait al jaren, schijnt een goede verwijdering van medicijnresten te hebben. Zonder dat het geregenereerd is. Nou, het is reuze interessant om ook dat soort toepassingen goed te bekijken, wat dat voor ons kan bieden. En het one-step filter, wat nu op Horstermeer staat voor de verwijdering van de nutriënten, kan dat verder geoptimaliseerd worden, ook in combinatie met ozon, zodat medicijnresten, microverontreinigingen verwijderd kunnen worden tegen betaalbare kosten. Ik ben vergeten te zeggen, vanmiddag hebben we workshops. Hè. De oxidatieve technieken waar ik net mee begon. Jouke Boersma gaat daar mee aan de slag in de workshop. Rondom de actief kool toepassingen gaat Ad in de tweede workshop, Ad de Man van waterschapsbedrijf Limburg, mee aan de gang. En de overige adsorptiemiddelen, daar gaat Jan-Peter van der Hoek in de workshop mee aan de gang. Ik was bij de overige adsorptiemiddelen. En dat is een wat. Daar zitten projecten in waarbij de andere producten toegepast gaan worden, verkend gaan worden om microverontreinigingen te verwijderen. Maar er gaat ook gekeken naar of er alternatieven zijn voor actief kool toepassingen. Actief kool staat toch bekend dat het een milieu-impact heeft, een negatief scoort op duurzaamheids. Op duurzaamheid. Zijn er andere grondstoffen voor de productie van actief kool om die negatieve effecten te verbeteren, te vermijden, maar wel de juiste verwijderingsrendementen te behalen. Maar ook cyclodextrine, een stofje wat bekend, wat ook wel gebruikt wordt in de Febreze, de geurvangers. Dat schijnt goede ervaringen te hebben met het verwijderen van microverontreinigingen. Voor mij een heel nieuwe toepassing, maar daarmee wel heel interessant om te kijken van wat het voor een afvalwaterzuivering zou kunnen betekenen. Zo ook de zeolieten, al dan niet op een zuivering of waar dan ook, een ander bindingsmechanisme om micro's te verwijderen en zaken. En ook in de bestaande zandfilters. Nou, het idee is als je op daar een andere filtermateriaal zou toe kunnen passen, zou je ook een optimalisatie van micro's op zuiveringen kunnen bewerkstelligen. Dan hebben we de filtratiesystemen nog. Dit is mijn laatste sheet met technieken, dus ik ben er bijna om het riedeltje af te werken. Want de introductie van de verschillende technieken voor de verwijdering van micro's, dat heeft ertoe ook geleid dat men meer aan nadenken is over, als we nou zulk mooi afvalwater produceren, gezuiverd afvalwater, kunnen we daar geen andere toepassingen voor bedenken? En kunnen we niet waterfabrieken maken? Dus dit soort concepten schurken meer aan tegen de waterfabriekconcepten, waarbij je met allerlei filtratietechnieken hoogwaardig effluent ook gaat maken. Hier zijn er zo een paar. Er zijn een paar waterschappen die daar heel serieus mee bezig zijn om dat soort concepten verder te verkennen.
Maar dan krijg je heel andere soorten zuiveringsinstallaties dan dat we nu hebben. Afgelopen jaar, dat waren dus de technieken waar we dus nu mee aan de gang gaan. We beginnen met haalbaarheidsconcepten. We gaan ze kritisch toetsen of dat ook de criteria van de haalbaarheidsstudies gehaald worden. En op het moment als ze de kritische toets doorstaan, gaan we naar verwachting ook over tot de pilots en de full-scale toepassingen om de technieken snel op grote schaal toepasbaar te maken. Nog even terug naar vorig jaar. Vorig jaar hebben we ook een community of practice gedraaid met de waterschappen. Waarbij we een oproep hebben gedaan van die waterschappen die serieus werk willen maken aan microverontreinigingen, verwijderingen of zuiveringen. Om in een community gezamenlijk bestuursvoorstellen te maken, monitoringsplannen te maken. Samen ook met het Rijk te kijken van onder het mom van lerend implementeren. Hoe gaan we nu om met die stoffen? Hoe vaak gaan we meten? Moet het nu 24 of 48 uur en op de voorbezinktank of echt het ruwe influent gemeten worden? Het was een heel leerzaam traject om echt vorm te geven aan dat lerend implementeren. Dat hebben we nu één keer gedaan. 12 waterschappen hebben daaraan meegedaan. Niet iedereen was er op dat moment aan toe. Of wou eerst nog zelf een verkenning doen in hoeverre het waterschap een hotspot heeft. Dan wel ook toe is aan een nieuwe zuiveringen te bouwen. We gaan in ieder geval kijken of in 2019 we dit kunnen herhalen om in gezamenlijkheid weer een stap verder te maken. Dus op het moment als waterschappen ook in voorbereiding misschien ook zijn voor een aanvraag voor een subsidie voor de demonstratieinstallatie ermee aan de gang willen gaan, meld je, dan proberen we weer een mooie club samen te krijgen om weer een vervolg te geven aan de community of practice. Onder het mom van lerend implementeren. En veel energie. Het geeft heel veel energie en we maken daar grote stappen mee. Nou, we hebben heel veel gezegd over microverontreinigingen. En ik bemerkte ook zelf dat ik af en toe medicijnresten zeg, maar ik bedoel dus microverontreinigingen. Maar er is meer dan alleen maar microverontreinigingen. Want we hebben natuurlijk als waterschap ook veel ambities op het gebied van de grondstoffen, terugwinning, de energie- en grondstoffenfabriek, de energietransitie. Maar ook droogte- en klimaatissues vragen onze aandacht. En bij de STOA is dat altijd wel een uitdaging om al die ambities van de waterschappen goed te wegen en om daar een mooi onderzoeksprogramma voor te maken voor de komende tijd. Dus dit is even een word cloud over waar we ons de komende tijd mee aan de gang gaan. En helemaal onderaan staan de microverontreinigingen. Maar weet dat er meer is dan alleen microverontreinigingen, maar dat we vooral kijken naar meekoppelmomenten. En ja, verbeter de wereld begin, volgens mij is het al bij meerdere presentaties aan de orde geweest. Van laten we vooral aan de slag gaan en de juiste dingen doen en niet wachten totdat we het allemaal weten, maar lerend implementeren en elkaar goed scherp houden op de dingen die we samen willen gaan doen. Daar wou ik het bij laten. Dankjewel, Cora.